Ook na dit programma blijven wij open. KeyTrade Bank, de online bank voor al uw beleggingen. Hossein Sajani Hamachani Farani. Goedemorgen. Dat is de echte naam van mijn gast van vandaag in Winteruur. De naam waaronder u hem waarschijnlijk kent is Kader Abdollah. Welkom in Winteruur, Kader Abdollah of Hossein. Sprak ik uw naam goed uit? Ja, mijn moeder roept mij Hossein. Hossein? Ik mag gewoon Kader. Ah ja, iedereen noemt u Kader. Ja, ik ben Kader. Ja. Ah ja, uw vrouw ook? Ja, Kader. Maar als ze verdrietig is, wordt het Hossein. Als ze verdrietig is? En als ze kwaad is? Als ze klaagt, dan wordt het Hossein. Ah, oké. Okay. dichter, schrijver, columnist. Uw bekendste boek is Het Huis met de Moskee, denk ik. Het Huis van de Moskee. Van de Moskee is een paar jaar geleden ook gekozen als op één na beste boek van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Fictie. Mooi. Maar u bent niet van oorsprong Nederlander, u bent afkomstig uit Iran. Gevlucht in 1985 als 20-jarige, 21-jarige... 1988 kwam ik Nederland binnen. Ik was 33 in die tijd. Ah, oké. Okay. Ja. In die tijd was u 33. U heeft een tekst meegebracht. Ja, ik heb een gedicht meegebracht. Wil je dat voorlezen? Ja, met plezier. Het is een Persisch gedicht. Maar een Nederlandse dichter heeft het overgenomen. Ja, en vertaald. Ja. Of gemaakt. We gaan het over hebben. De Nederlandse dichter is P.N. van Eyck. Van Eyck eigenlijk. Ja. Maar het verhaal gaat over de dood. Mm-hmm. En over een Persische edelman en zijn tuinman. Mm-hmm. Het gedichtje wordt door de Persische edelman verteld. Ja. En hij zegt alsof: vanmorgen eilt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in. Hier, een ogenblik. Ginds in de rooshoof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haastte me langs de andere kant. Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Isfahan. Vanmiddag, lang reis was hij heen gespoed, heb ik in Cederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Waarom heb gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt de dood. Geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik 's morgens hier nog stil en het werken zag staan, die ik 's avonds halen moest in Isfahan. Dank u, heel expressief en mooi voorgelezen. Met plezier, want het is een Persisch gedicht. Ah ja. Het is zo Persisch als Kader Abdullah. Oké. Okay, het is gewoon, DNA van dit gedicht is Persisch. Ja. Het is ligt duizend jaar in de Persische literatuur. Ja. En dan kom ik hier het voorlezen in het Nederlands. Het is zo mooi. Het eindigt ook met Isfahan. Isfahan, een stad in Iran, Perzië. Ja. Bent u daar ooit geweest? Oh, mijn eerste liefde was een meisje uit Isfahan. Je gaat de stad in.
de blauwe moskeeën, de oude moskeeën. Naar verluidt is het de mooiste stad van de wereld. De mooiste stad van de wereld. Denk, niet, ik ben niet de enige dat ik het zeg. De dood zegt zelfs dat het de mooiste stad van de wereld is. Dat valt wel waar zijn. Wat een waar zijn. Maar dit gedicht, waarom heb ik voor dit gedicht gekozen? Het gaat over, ja, dit is een fictie. Alles is nep. Ik bedoel, paard is nep, dood is nep, Nederland is nep. Niet nep, allemaal fictie. Maar de dichter, de echte Persische dichter van 1000 jaar geleden heeft het bedacht om de zwaarte van de dood te verlichten. Het is bijzonder. Want het is een beetje een grap ook zo bijna het gedicht. Precies, het gaat over een serieuze zaak. Maar jij met een glimlach, het komt zo grappig over dat die tuinman gewoon waarschijnlijk van Nederland gewoon naar Ispahan gaat. Maar fictie. Maar wat is... Het gaat over de dood. Maar de Nederlandse dichter, die hier P.N. van Eyck, heeft iets moois met dit gedicht gedaan. Wat heeft hij gedaan? Kijk, we hebben fictie of literatuur nodig net als dit gedicht, om die zwaarte bijvoorbeeld van de dood te verlichten. Ja. Om tegen de dood te vechten als nodig. Maar hij heeft, dit gedicht is niet van hem. Ja. Dit is een Persische gedicht. Hij heeft hem gewoon gestolen. Mm-hmm. Oké? Okay? En zelfs in zijn tijd riepen de recensenten, houd de dief. En hij heeft heel moeilijke tijd gehad in zijn tijd toen hij met dit gedicht kwam. Want hij heeft nooit gezegd dat dit gedicht een Persische gedicht was. Oh ja, hij heeft niet gezegd dat het een Persische gedicht was. Niet gezegd waar er is. Hij was plagiaat gepleegd, oké? Okay? Mm-hmm. Maar met die fictie en met die plagiaat heeft hij zichzelf vereeuwigd. Oh ja. Het is een gedicht tegen de dood. Hij heeft zich vereeuwigd. Want wij spreken nu, meer dan 100 jaar later, nog altijd over hem. Dus hij, dankzij zijn bedrog... Wordt zijn naam nu nog genoemd. Precies. Hij is, als je de rest van zijn poëzie leest, is niks. Maar dit is de enige als een juweel in de Nederlandse literatuur schittert. En van wie is? Van meneer Van Eyck. En meneer Van Eyck heeft met die fictie, met die bijzondere Persische fictie, zich vereeuwigd. Eén. En dan juist gezegd, want in dit gedicht wordt gezegd, de dood is onontkombaar. Mm-hmm. Je kan niet van... je gaat gewoon dood. Maar hij is juist met dit gedicht niet dood is gegaan. Ah, ja, ja. En ik vond het zo bijzonder, zo grappig. En dan de kracht van de fictie. De kracht van de fictie. De kracht van de fictie, van literatuur. Dat je alleen met fictie kan tegen de dood. Alleen met fictie kan je... Want de dood is onontkombaar. Mm-hmm. Maar alleen met de fictie van literatuur kan je... De dood overstijgen? Kan je de dood overstijgen. Kan je blijven, niet doodgaan. Die man is levendiger dan ooit. Nu praten we over hem. Is dat dan ook uw betrachting wanneer u schrijft? We hadden het net over Isfahan. En ik zei, mijn eerste liefde was in Isfahan. Die blauwe moskeeën, die rivier, de geheimzinnige stad. Ik dacht dat ik altijd daar dood zou gaan. Ja. Maar een paar weken geleden, op de straat, keek ik opeens om. De dood stond in de regen. Ik schrok. Maar het was een grap. Hij kwam mij op te halen. Maar ik riep, en ik riep, hier, meester, uw paard. En ik wilde gewoon naar Isfahan. Maar u gaat sterven in Nederland. Maar ik heb weer fictie gepakt. Ja? De fictie in de Nederlandse literatuur. De dood mag me mee naar Isfahan nemen. Maar Abdullah blijft hier in de Nederlandse literatuur. En dat is de kracht van de fictie. Het was iets wat ik met dit gedicht wilde ik laten zien. Ik vluchtte uit Iran omdat ze mij wilden doden. Mm-hmm. En ik kwam hier. Ik pakte de taal, de Nederlandse taal. En ik creëerde, maakte tot nu toe 17
fictieve boeken om juist te blijven. Tegen wie? Tegen de dood en tegen het regime van de Ayatollahs. Dat ze niet in staat zijn om te doden wanneer je de Nederlandse taal pakt. Wil je het gedicht nog eens lezen? Ik lees het met plezier. Een Persische edelman. Vanmorgen eilt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Hier, een ogenblik. Ginds in de rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij. Daar stond de dood. Ik schrok en haastte me langs de andere kant. Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat me spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispaan. Vanmiddag, lang reis was hij heen gespoed, heb ik in de Cederpark de dood ontmoet. Waarom? Zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Waarom hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachen antwoordde de dood, geen dreiging was het. Toen ik 's morgens hier nog een stiel aan het werk zag staan, die ik 's avonds halen moest in Ispaan. Dank je wel. Alsjeblieft. Kader Abdollah, zegt u mee, slaap wel tegen de mensen thuis? Een goede avond. Slaap wel.